Hallo Black Legion, en na dat lelijke and jetted moves gaan we naar een hele vette game, Anomaly Warzone Earth. Misschien heb je er wel van gehoord, het is wel iets een bekendere indie game. Hij is echt leuk, echt mooi, ziet er goed uit, speelt lekker weg. Maar ik zal je eerst even laten zien, dit is how to play, heb je controls, hele bende kabaal. Maar het is wel heel simpel, abilities heb je. Speed up is gewoon shift, ability menu, right menu, space, quad, tactical map control. Set camera en walk doe je met de linker muisknop. Verder heb je nog de grafische kwaliteit. Ik zal het geluid nog even iets zachter zetten voor het geval dat. Subtitles kun je... Dat zal ik even aandoen. Polske! Je ziek! Je kus grafieke! Hé, ik kan Pools. Hoe dachten jullie daarvan? Deutsch! Jawohl! Hoog aan! Ondertitel aan! Français, oui oui. Italiano, Espanol, Russisch denk ik. En default, dat is gewoon Engels. Nou, daar kunnen we hem ook wel opzetten. Ik wou Engels, niet Pools, dank u. En zoals altijd, crasht hij weer. Maar dat komt omdat ik... dat ligt niet echt aan de game, qua dat. Als je namelijk met fraps aan al tap gaat, dan crasht de game automatisch. Maakt niet uit welke game je pakt. Ja, er zijn een paar uitzonderingen trouwens. Daar niet van. Maar de meeste die crashen allemaal. Omdat je in het recorden bent. Daarmee stopt het. En dan moeten ze de heads weer doen. En dit is heel gedoe. En daardoor crasht hij. Dus dat ligt niet echt puur in de game. Dat ligt gewoon aan dat ik recorder ben met fraps. En omdat hij de settings verandert. Je hebt leaderboards. Achievements heb je ook. Ik zal even kijken. First blood. Destroy 10 towers. Grab 20 Santa gifts from mission 2-4. To get yourself a nice prize. En dat was de missie die we hadden bij de winter sale. Van 2011. En ja, ook deze game heb ik daarvoor gekocht. Zoals elke indie game. Ik blijf het elke keer noemen, maar het is zo. Maar het is wel een game die ik aanraad, want het is een leuke game. Dat zeker. We gaan even story mode aanklikken. Deze heb ik allemaal gehad. De Anomaly. De Probe. Ik begin wel even bij de Anomaly. We gaan over gewoon casual doen. De Anomaly, dan kun je zien wat er eigenlijk gebeurt in deze game. Vandaar dat ik Anomaly Warzone Earth heet. Zo ziet de game eruit van boven. Streets of the Zuid, nothing but dirt for company. Oh, mijn dirt is lief. Dirt vliegt in je ogen. Alright. Het was de jaar 2018. Hier, het is over 6 jaar. En wat zie ik er nog wel gebeuren? Een komeet die onze hele aarde platboort. Maar ik hoop alleen Amerika. Een giant alien spacecraft. En dan onverwachts ook trouwens, want anders halen Amerikanen onder de rest van de wereld. Gewoon dat niemand het ziet. Dat zou mooi zijn. Maar oké, maar dit is de Anomaly dus. Dat is zo'n rare bubbel. Wat van? I was there. Klinkt een beetje Australisch trouwens. Ik kan niet zien squat. We moeten onder dat dome en vinden wat de hel dit ding is. Let's show them why 14th Platoon's the pride of our great military machine. Oké, ze gaan erin vliegen. Beter als je niet weet. Where the dome's at its weakest. If we're gonna come out of this thing with a pulse, we're gonna have to think strategically. Use tactical view to plot your platoon's route. Dit is ook gelijk de tutorial. Dit is de tactical view. The party starts as soon as we touch down. Use your map to follow the route to the objective. Daar is de objective. En wat we dus moeten doen, is inderdaad, puur bij kruisingen kun je dingen kiezen. Ja, die. Kun je aanklikken van hoe en wat. Dus als je deze zo doet, en dan die zo, dan kom je er langs. Maar je kunt ook via de andere kant. Maar dat moet je dus altijd gebruiken. Click on the marked area to move there. Dit ben jij. Dit is je character. Het ziet er mooi uit van bovenaf. Ik heb het nog niet in 3D geprobeerd trouwens. Je kunt overal langs rennen, je kunt ook sprinten. En dit is je convoy die je moet beschermen. Dat zijn, even kijken, normaal kun je dat zien volgens mij. Dit is eentje die puur rockets afschiet en dit zijn drie van die andere dingen. Do not lose any units. This is Air Force 7. Got a visual on an unidentified object inbound. Dun 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 dun.
Wee. Je kunt ook gewoon over je dingen heen lopen, dat is nog wat mooiste. Wow. Take evasive action. That lightning's gonna fry us. Bravo team, get the hell out of the way. Ja, inderdaad, get the hell out of there. You're clear. Move out. Ja, maar we gaan nog steeds rechtsaf. Dus wat moeten we doen? We moeten tactical view. Kijk, want daar zit dus een danger. Dus wat moeten we doen? Daarop klikken. Dan gaan we hier langs. Heel simpel. Kun je met control of scrollen. Kun ik zo en dan freeze ook alles trouwens. Dus dan kun je zien waar we helemaal langs gaan. Hier moet je dus uitkijken, want dat is niet leuk. We kunnen wel doorheen lopen. Oh nee, we kunnen niet doorheen lopen. Dan gaan we ook dood, zie je dat? Maar ging ook een beetje door. Oeh. Maar je moet dus... Oeh, fuck. Mofo's. Ja, dat merk ik. Kan er niks aan doen, sorry. Time to get patched up, 14. Oh, 14. Think I've just got the thing. Stand fast, platoon. Time for a heads up on how the combat suit works. Mooi, combat suit. Kijk. We hebben drie repair dingen. Drie. Rechte muisknop. Select the repair troops option. Repair troops. Listen up. If you're gonna get those damaged units repaired, they've gotta be within range. I repeat. Kijk, dus wat we nou hebben gedaan. Hij moest hier staan. Dus die duurt dat het even iets beter moet zeggen in het tutorial, moet hier in het midden staan. Daar. En dan kun je iets kiezen en je kunt escape, kun je het cancelen. Ze zijn allemaal geheeld. Je hebt hem drie. Nou willen we iets meer. You may also drag the available points here, maar dan hadden we al door. Nou, lopen. Gassen met dat ding. Maar het is dus heel simpel qua dat de besturing. Het is gewoon klikken en rechtermuisknop voornamelijk en dingen aanklikken. Oh. We moeten de andere kant op. En dan niet weer terug, want dan hebben we een probleem. We gaan hier langs en dan hier weer rechtsaf en dan zo en dan komen we er ook wel. Want linksaf kan niet. En we kunnen hier niet tussendoor. Dat vind ik nog, dat vond ik wel een beetje stom af en toe. Maar we kunnen door zulke dingen kunnen we niet doorheen. Nou, we gingen er toch al omheen. Dus dat is mooi. Er is niks aan de hand. Maar hier kunnen we niet tussendoor met die autootjes. Dat vind ik een beetje stom. Nog steeds. Oké, nou freeze dus weer. We gaan even dat ding hier. Ja, klaar. Supplies. Als je daar overheen loopt, krijg je meer heal dingen. 4 en nummer 5. Dus daar moet je nog op letten. Checkpoints, voor als het misgaat, dan spawn je daar weer. We're halfway to dead, sir. Oeh, fuck. Even healen. Oh, heal. Net niet helemaal, jawel. Andere kant langs. Nou lijkt het allemaal nog simpel, maar dit is ook de tutorial. HQ to Air Force 7. Dus, we need more supplies. Het lijkt nu niet zo heel veel. Zij droppen ook een keer supplies nu. Dat is super chill. Op een gegeven moment droppen ze ook wapens en shields en andere rotzooi, maar daar komen we straks wel achter. Ik zal... Dit is puur even een tutorial, zodat jullie weten wat er aan de hand is eigenlijk en hoe en wat. Wij healen uit onszelf trouwens, we zijn geen marker nodig. Maar ik zal zo meteen even verder gaan waar ik gebleven ben. Dan kun je zien wat er eigenlijk exact allemaal met deze game aan de hand is. Kijk, die blijft nou nog geheeld, omdat hij er in blijft zitten. Ja, gaan we hier even blijven. Hallo helikopter. Sustaining heavy damage. Hier een heal ding. Dan hield hij die blauwe nog. En die nieuwe. We konden ook rechtuit trouwens, bedenken we net. Waarom gaan we niet rechtuit? En je kunt dus ook shift rennen. Met shift ren je veel sneller. Maar we zijn er bijna. Daar zijn we dan, bij de anomaly. Daar rode muur. We zullen dat ding nog even healen. Zodat ze geheeld de dingen zijn gaan. Gaan ze dan? Man, it's dark in here.
het is te donker. En nou komt het. What the hell is... This is B7. We sustained severe damage. And it's gonna blow. Hold on. It's gonna blow. General, we just lost a unit. Gold. Bam. Directions hebben we zilver. Wat hadden we beter kunnen doen? Maar die had ik al in zilver. Nou, dan kun je verder de pro, bla bla bla. Distress call. Gaan we verder ook gewoon even casual. Kijk, het is even iets anders geworden. Dus Baghdad. Radio signal emanating from the research center in Ria. We have reason to believe the signals caused increased enemy activity in the area. Dat is niet zo mooi. You'll be going in under the cover of night. We gaan in de nacht. Your objective is to fight your way through to the research center in Ria. And find out what the hell's going on there. Back up for this mission is limited, so play smart with what you've got. Duidelijk. To configure a squad. Ik wil eerst even rondkijken, of in ieder geval laten zien. Deze dingen, weet ik niet wat het is, volgens mij zijn er power-ups of zo op mijn hoofd. Dit zijn enemies. Dit zijn dus niet die rode bollen. Maar enemies die schieten. Dat zijn gewoon towers. Dus je moet dit zien als een soort tower defense game. Maar dan andersom. Dus in plaats van dat jij de towers plaatst om ergens te komen, moet jij juist naar binnen komen. Dus jij bent qua dat de enemy. En dat kun je even vergelijken met Tower Wars. Die heb ik ook een keer gedaan. Daar heb ik ook volgens mij 2 video's van gemaakt. Tower Wars is het aanvallen en bouwen van towers. Samen. En dit is puur het aanvallen. Dus ja, je moet echt proberen die towers te ontwijken zoveel mogelijk. En we moeten daar ginds heen. Daar. Dus we moeten zorgen dat we hier komen. Dit is een big tower. Dit zijn kleintjes. Dus het slimste is zeg maar, om hier langs te gaan. Je hebt de kleinere. Dus gaan we hier rechtsaf en dan zo. Hier een kleintje, daar hebben we grote. Daar hebben we veel power-ups, daar hebben we veel enemies. Dus kun je dat beter hier langs gaan en dan zo. En dan gaan we hier langs, want hier hebben we minder enemies. Gaan we zo. Daar hebben we 1 enemy en dan zijn we hier bij de source of the signal. En de rest zien we dan allemaal. Zo kun je het een beetje uitfigureren. We hebben 200, 1 repair ding, 1, ik weet niet meer wat dat is, volgens mij shield en dit is een ander ding. We gaan, we kunnen dingen bouwen, we hebben 250 punten, oh nee, 200 zelfs. Dus we kunnen alleen maar 2 APC's pakken. Want de crawler kan al niet meer. Terwijl hij meer attack doet, maar deze weer meer armor. Dus we pakken even puur 2 APC's. En je kunt altijd nog dingen bijbouwen als ik het goed heb. En control of uitzoomen is het start van de missie. Het is nacht. Ziet er wat anders uit. En het is ook wat lastiger geworden. Want je hebt echt enemies. Ik weet alleen niet meer welke dingen wat doen eigenlijk. Dus daar komen we zo wel achter. Ah, decoys. Ah, nou, die kende ik dus nog niet. Oké, dus we gaan zo. Dus we gaan hier een decoy plaatsen. Zie, nou blijven zij puur daarop hitten. En onze APC's kunnen achterlangs. Die hebben nou in ieder geval wat damage gedaan. Niet al te veel first kill. Wij kunnen niet schieten trouwens, dan weet je dat ook. Wij kunnen niet wat. Maar we hebben wel 2 kills, krijg je cash voor. Dus hoe meer je killt, hoe meer cash je krijgt. Dat is ook nog iets belangrijks. Waarom gaan we hier langs? Voor welke dingen? Oh, dat zijn... Oh ja, die dingen moet je allemaal killen. Dan krijg je extra punten. Dat was hem. Als je al die dingen kapot maakt, krijg je meer punten. Dus dan moet je zo. Maar dan moet je ook alles pakken. Maar volgens mij maak je die dingen kapot. Ik ben nog goed herinner. We zullen even dingen oppakken. Oh. Kijk, zie, die pak je op. Die dingen. Ik wil even niks. Nog. Die dingen pakken hun op, die APC's. En dan krijg je meer cash. En dan kun je nog niks meer doen. Want we hebben nog niet genoeg cash. En ik zal zo bij de volgende, zal ik even laten zien wat die doet. Die middelste.
denk ik. Ja. Dit ding doet meer damage, dacht ik. Maar ik weet het nog niet meer. Een nieuwe buy option is available. En wat doe je dan? Dan ga je eerst deze repairen. We got visual on the enemy. Take it down. En dan kun je spatie doen. En kun je nieuwe erbij kopen. Een crawler, in dit geval. Als hij meer damage doet, die wordt er gewoon achter gegooid. En hij doet meer damage. Dus dat is super chill. Ik weet niet meer wat die dingen doen. Alright, dit is een big dude. Met een big laser. Dan gooien we even zo'n ding in, hè. Want die zorgt ervoor dat ze een shield hebben, volgens mij of zo. En dat dat ding snel doodgaat. Daar was iets mee in ieder geval. Nieuw buy available. Gaan we niet doen. We kunnen ze wel upgraden als we willen. Voor meer armor. Dat is op zich geen slechte. Dus de eerste is nog upgrade. Die moeten we ook aanzienlijk snel healen trouwens. Anders hebben we een probleem. Ze kunnen mij ook pakken. Dat is op zich wel goed. Want dan houden ze zich bezig met mij. En niet met met onze dingen. Met onze karretjes. Dus we gaan hier even mooi in staan. We hebben extra cash opgepakt ofzo. Daar weer zo'n grote dude. Kut. Kunnen we dit... Kut. Kijk, nou ben je te laat. Anders kun je dit weer terug doen. Kun je weer skippen en daarheen. Daar liggen nog twee repairs trouwens. Ja, ja, ik ben onderweg. Kijk, je rent heel even weg. En wat is er gebeurd? Ze zijn allemaal kapot. Er leeft er nog maar één. Puur door het ene ding. Dus dat gaat fucked up snel. Dus dat is ook geen slimme move om die dingen te gaan halen. Maar dan weet je in ieder geval dat je dat niet meer gaat doen. Maar als het goed is kun je wel revert to the last checkpoint. Ik weet niet of we een checkpoint hadden. Ja, hier. Op deze manier. Even kijken, weer terug. Hier naartoe, daar naartoe. Daar naartoe. Ga eerst maar even zo. En dan zo. Zien we dan wel even verder. Control. Prima, schiet maar op mij. Prima, doe maar niet. Zo, even gaan hier. Zo, even hier het ding ophalen. En dat is dus het probleem. Zo gauw als jij gaat shiften. Met je poppetje, om sneller te rennen. Dan gaat dus alles sneller naar de tering ook. Hij moet de decoys ook even iets meer gaan gebruiken, dus gaan we zo doen. We gaan hier even een decoy neergooien. Oh. Je moet aankijken, want je kunt er zelf ook doodgaan. Een soort van. Maar die is bijna neer. Die dingen pak je allemaal op. Nieuwe buy option. Dus gaan we even die stalker erbij achtergooien. Of de crawler bedoel ik. Stalker. Lekker even repairen. Blijven we hier in. Heal bubble. Zij killen dat ding iets harder. En dan. Nou, die blijft leven. Oh, hier moeten we uitkijken. Dat blijft een kut ding dit. We banged up pretty bad, sir. Aha, ik weet het. Enemy machine down. Kijk, want zij gaan ook sneller rijden. Dat is het probleem. We gaan zo meteen de decoy plaatsen hier. Eerst deze even kapot. Nieuw buy option. Gooien we er nog even een crawler tussen. Die kun je ook moven. Dan kopen we nog even een crawler hierbij. Deze zijn goed. We gaan even niks upgraden. Kijk, nou is die verplaatst. Omdat zij meer damage doen. Zij hebben meer armor. Maar zij doen meer damage. Dus het beste kun je het een beetje mixen. En ondertussen... hadden we toch beter daar langs kunnen gaan? Nee. Gewoon zo. Oh, die kant op. Zo. Ik weet niet of hij wat doet überhaupt. Ik denk het wel eigenlijk. Daar hebben we niks te zoeken. We moeten alleen hier langs. Voor al die bolletjes. En dan gaan we daarheen. Komt de moe. Nou, repairtje erbij. Even kijken, als we hier langs gaan, dan komen we sowieso langs. Oké. Want dan hebben we meer punten namelijk. Meer cash.
Dit is belangrijk in de game. Zeker belangrijk. Nog een heal erbij. Nou ja, aangezien we nog een heal hebben, kunnen we die wel even bijgooien hier. Die dingen schieten er wel op, maar heeft geen nut. Want dan komen we toch niet echt langs. Checkpoint erbij. Hij zal ook wel schieten, ja. Kijk, nu hebben we een klein probleem. Dat gaan we op de volgende manier fixen door heel veel van die decoys op te pakken. Alleen, we hebben het overleefd ook nog. Je houdt het niet voor mogelijk, maar we hebben het overleefd. Deze game. Even hier naartoe. Zo. Daar nog even zo'n ding oppakken, wat het ook maar doet. En we kunnen nieuwe dingen doen, maar we gaan upgraden. Upgrade. En die kunnen we upgraden voor 125, dat doen we niet. We gaan deze twee even upgraden, want die zijn het zwakste qua dat. Gaan het snelst kapot. Die Colders die overlevend wel hebben. Die dingen nou weten, dat vergeet ik nog steeds. Stalkers, nee, Crawlers. Die overleven dat wel even. We zijn er bijna. Deze zijn al kapot. Zoals je ziet. En we gaan hier langs, omdat we dan meer cash krijgen. En ze zijn toch geüpgraded. Oh kijk, we zijn er al. Hallo. Ja hoor. Veronica Sharp, I'm trapped in the buildings. Oh, we krijgen een nieuwe tank dus. I'm trapped inside the hangar, surrounded by some kind of machine. Help is on the way. Blah 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 blah. Remain where you are. We're almost there. Enemy spotted. Take it down. Decoy time. We hebben er toch 7. Area secured. Oké, gooi er nog een decoy achteraan. Target neutralized. Nou, killen ze namelijk niet onze dingen, maar ze gaan puur de decoy schieten. Dat helpt ons nu wel. Nou, die is gelijk neer. Nou, die andere nog. Die gaat ook relatief snel neer. Done. Super simpel. We zijn er bijna. Moeten we dan niet naar binnen? Hallo. Hallo. We kunnen niet naar binnen, hè? Nee. Dan moeten we alleen hier nog iets doen. Maar wat weten we eigenlijk niet? Hier zijn allemaal wat towers, maar wat we moeten doen? Ik heb geen idee. Ik wil de buitenrand langs. Zo. Deze manier wil ik er doorheen. Lekker omslachtig. Dank je. The thought of dying here is just too awful. Oh, niet. We'll make sure you don't die here. Ja, inderdaad. Inderdaad. Oh, shields. An energy field generator. Maybe you'll find some use for it. After all, I do owe you one. Inderdaad, je geeft ons shields. An energy field that can shield two nearby units. Your best bet is inderdaad, dus jij gaat niet voorop rijden, mens. Ah, zo ja. We'll put it through his paces later. Right now, we have to get the hell out of Dodge. Inderdaad. We've located some flat terrain to the north, about a click from your current location. Een helipad. Could be a good place to set up a landing strip. Misschien wel, hè? Your objective is to navigate to that area and clear it of any hostiles. Clear it of any hostiles. Dus de route die ik op heb gezet is perfect. Oké, never mind. Help. We hebben maar één repair ding, hè, game. Screw dit niet. That's what we named them. Before they wiped out my research team. Aww. We never stood a chance. They can take down multiple targets. But they're slow. Very slow. Oké, dus moet rondjes rijden, maar nee. Listen up, people. Our primary objective is to clear that landing strip of hostiles. Professor Sharp will drive the shield generator, so watch your back. Now get moving. You don't get paid overtime. Ah, domme. Ik krijg geen extra geld. Dan ga ik ook niet mijn best doen. Oké, lopen. Oh nee, dat was niet de bedoeling. We hebben dus nu een shield. En we moeten die voorste dude eigenlijk healen, maar ik wacht even totdat het erger aan toe is. We hebben in ieder geval shields, dus dat is chill. En we hebben een checkpoint. We hebben niet genoeg cash om maar iets te doen. En ik ga de volgorde of iets veranderen. Even die twee achter elkaar. Doen het meeste damage en dan kan hij mooi afsluiten. We hebben nog steeds decoys, dus die gaan we ook gebruiken.
Ook voor dat slome, langzame, grote, lompe ding. Die kan nou ook mooi zijn. Shit, dat hoor. Ah, dankjewel, Reaper. Zijn we nodig ook nu? En had ook. Decoy. Hallo, groot ding. Killen, schieten, hitten, doe iets. Hé, hey, nog een decoy. Decoy time. En zo moet je dus doorheen. Maar het is echt een, ik vind het echt een leuke game. Speelt lekker weg. Werkt goed. Wel een leuke story. Ik ben al lekker bezig. Beetje tower defense-achtig bezig. Dat is ook altijd leuk, vind ik. En we zullen ze zo eens even gaan healen. Dat lijkt me wel handig. Daar hebben we er nog een paar. Lopen we nog goed? Ja, dat zijn de laatste drie. Oh, dat hoeven we niet zo omslachtig trouwens. Kom ik hier langs. Als we het maar goed doen. Ik weet nog steeds niet wat deze dingen doen. Eureka! Juist, in elkaar. Blijkbaar. Krijgt een achievement voor. Dat was heel lief van de game. Zullen we nog even een decoy neergooien? Kom op, killen. Oeh, kut. Kom op, kill hem. Mooi. All friends eliminated. Done. En dat is een missie. Van alles. En zo ga je steeds verder in de story. En zo moet je uiteindelijk de hele anomaly vernachtelen. En de bronze directness. Silver ruthless. En gold efficiency. Dus ik ben wel goed bezig geweest. Op zich. Overall. En dat is dus Anomaly Wars on Earth. Zoals ik zei, het is een hele vette game. Het is zeker een aanrader. Echt leuk. En ja, link staat zoals altijd in de beschrijving. Laters.